Hallo mensen van Darkside, welkom bij deze nieuwe video. Hallo mensen. Het is heel lang geleden dat jullie mij nog op jullie scherm hebben zien verschijnen. En dat is eigenlijk ook direct waar deze video over gaat. Waarom ben ik zo lang afwezig geweest op YouTube? 8 maanden om precies te zijn. Nu, dat is iets dat ik al een klein beetje verteld heb in het verleden. Maar het is er niet op verbeterd. Het komt erop neer dat ik het heel moeilijk heb gehad om mijn werk te combineren met mijn YouTube-video's zoals ik ze nu maak. Wat bedoel ik daarmee zoals ik ze nu maak? Wel, de laatste paar jaar heb ik erg de gewoonte gehad om kwaliteit te nemen boven kwantiteit. En ja, ik wil dat dus ook toegeven dat dat bepaalde jaren niet zo is geweest. Waardoor ik dus ook echt mezelf verplicht voel om alleen maar echt goede video's te uploaden waar veel werk in kruipt. En dat combineren met mijn job, ik moet toegeven dat ik dat heel moeilijk heb gevonden de afgelopen 8 maanden. En daarbij kwam ook eerlijk gezegd ook nog een keer dat mijn gedachten er eigenlijk ook gewoon niet op hebben gestaan om video's te maken. Niet omdat ik ze niet graag maak, echt waar, dat op dat vlak moeten jullie mij geloven. Ik doe dit heel graag. En daar gaat nooit iets aan veranderen. Ik doe dit over een week en een half, nu 10 jaar. En ik doe dat echt uit de grond van mijn hart, deze video's. En dat gaat nooit niet veranderen. Dat is een passie die altijd gaat blijven bestaan op de een of andere manier. Daar kunnen jullie zeker van zijn bij mijn video's. Dat ik er echt wel achter sta. Maar het is wel zo dat ik met andere dingen bezig ben momenteel in mijn leven. In mijn hoofd vooral een beetje aan het nadenken van waar ik naartoe wil met mijn leven. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ik ga niet al te veel details met jullie delen. Maar daardoor ben ik dus niet echt, hoe zal ik het zeggen, in de stemming geweest om echt aan video's maken te beginnen. Daar komt het ook een klein beetje op neer. Het is een beetje om combinatie geweest van thuiskomen en moe zijn van mijn werk, zowel fysiek als mentaal. En dus daar niet echt die energie niet meer voor hebben voor met video's heel lang bezig te zijn nog 's avonds. En dan ook langs de andere kant mijn hoofd die er gewoon niet echt op gestaan heeft, eerlijk gezegd. Ik ben met van alles en nog wat bezig, privé. Over van alles en nog wat aan het nadenken enzovoort. Heel belangrijke dingen die simpelweg voorsprong hebben op YouTube, die simpelweg belangrijker zijn voor mij dan YouTube. En dat heeft het gewoon heel moeilijk gemaakt voor mij voor video's te maken de afgelopen 8 maanden. En eerlijk gezegd ook al een beetje daarvoor. Nu, wat gaat er daaraan veranderen? Want dat is waarschijnlijk waar jullie nu zitten aan te denken van, gaat dat veranderen? Gaan wij weer video's van jou mogen zien binnenkort? Wel, jullie gaan binnenkort inderdaad video's van mij zien. Want zoals ik al zei daarjuist, 21 juni is mijn 10e YouTube-verjaardag. En met mijn verjaardag ga ik zeker proberen zorgen dat er speciale content zal zijn. Om dat zo'n beetje toch te kunnen vieren, laten we maar zeggen. Dat ik nu 10 jaar lang op YouTube zit. Voor de duidelijkheid, niet dit kanaal, maar mijn YouTube-carrière in het algemeen bedoel ik daar dus mee. Dat is 10 jaar geleden dat ik daar allemaal mee begonnen ben. Welke vorm dat gaat aannemen, wel, dat ga ik jullie nu nog niet verklappen, eerlijk gezegd. Jullie zullen wel zien welke vorm dat zal aannemen, die special, maar die zal er zeker komen. En verder dan dat ga ik proberen om binnenkort toch wel mijn RS Levensverhaal serie af te maken. De serie waarin ik zo'n beetje mijn verhaal uitleg van een game waar ik heel veel tijd heb ingestoken in de tijd. En die echt wel mijn leven veranderd heeft. En dat is eigenlijk ook een klein beetje verbonden aan mijn hele YouTube carrière, als ik het zo mag noemen. Want het is echt wel een beetje daaruit dat dat is voortgekomen uit die game. Dus op dat vlak is dat ook zeker echt wel iets dat ergens een beetje inhaakt bij mijn 10e YouTube verjaardag. En ik hoop dat ook dus wel binnenkort nog een keer te kunnen online zetten. Maar dat
kan nog wel even duren. En ik hoop daarna natuurlijk zeker nog wel voort te kunnen gaan met allerlei content, dingen in allerlei stijlen. Ik ga echt wel zorgen dat er nog content van mij komt. Stoppen met YouTube. Ik ga eerlijk zijn, dat is iets dat echt wel nog in mijn hoofd heeft gezeten de afgelopen 8 maanden. Simpelweg om de reden die ik daar juist uitgelegd heb. Omdat het zo moeilijk combineerbaar is. Maar ik moet opnieuw echt wel concluderen. Dat is iets dat ik echt niet ga doen, mensen. Ik ga echt wel mijn best doen om een manier te vinden om opnieuw actief te worden op YouTube. Misschien niet dagelijks zoals dat heel vroeger nog geweest is. Maar ik zal altijd actief bezig zijn op YouTube. En ik zal zeker weer proberen om regelmatig met content voor jullie te komen. Goeie content waar ik trots op ben. Goeie content waar dat jullie graag naar kijken. Dus als er iets is dat jullie willen zien, kan je dat zeker ook achterlaten in de comment section. Dan kan ik daar zeker eens naar kijken. En hopelijk zie ik jullie in de toekomst.